Mijn eerste reactie was echt van, allee, wat is dat? Ik was eigenlijk een klein beetje gechoqueerd van, om dat te zien. Ja, je bent nieuwsgierig waar het over gaat en waar die überhaupt op zit en wat hij aan het doen is. Dus ik heb een klein stukje het kaartje gelezen, maar niet zo heel goed. Mensen zijn allemaal gechoqueerd van de afgelopen gebeurtenissen. En dan staat er helemaal een keer een bak vol korrels mee in mijn buurt met zijn. Dat vind ik een beetje, ik weet het niet. Je vindt dat provocerend? Bij sommige mensen had dat misschien een verkeerd keelgat schieten. Het lijkt een wat jonger iemand, zeg maar, op patronen of hulzen. Ik weet niet precies wat het is, maar ik kan het niet precies uitleggen, maar een beetje een schrijnend beeld. Ik voel mij niet direct geprovoceerd, maar eerder, geïntrigeerd. Ja, dat is een beter woord. Ja. Ja. Ik vind dit beeld zwart-wit, omdat de kogels beelden geweld af. De bivakmuts toont dat er geen identiteit is voor deze jongeren. En het is een kind. Een kind zou normaal gezien niet moeten in de oorlog zijn, dat ze moeten hun jeugd hebben. Dus dat zijn eigenlijk drie factoren die eigenlijk de dag vandaag bezig zijn. En dat hoort samen in dit beeld. Een kind weet niet wat dat gevaar is en kent geen gevaar. Dus in onze wereld, de kinders, ja, zijn, en ze worden er allemaal mee geconfronteerd. En ze maken de kinderen bang ook. Dat zet ons veel aan het denken. Vooral mij, allee, als mama nu aan de toekomst voor de kindjes, ben ik ook al een beetje aan het denken van, amai, hoe gaat het dan later zijn? Met dat wij dat hier nu leven, hoe gaat dat dan later zijn voor de kindjes? Allee, ja, ik hoop erop dat dat dan gedaan gaat zijn, niet tegen dan. De toekomst voor onze kinderen. Meningsuiting zal er nog altijd zijn, dat geloof ik. Want dat is zeer sterk. Maar ik geloof wel dat er meer taboe gaat zijn en misschien een beetje meer onderlinge ruzie tussen de mensen zelf. En ja, mensen worden minder verdraagzaam, dat vooral. De verdraagzaamheid is aan het verdwijnen. Het gaat zeker verslechteren. Ja. Trojaans paard is binnen, hè. Ze zitten overal. Hè. Ik durf niet meer in een massa komen. Dus waar dat er veel volk is, durf ik niet meer in de massa staan. Ik denk niet dat het goed is om met elke dag met die angst te leven, want dan is je leven ook niet leuk meer, zeg maar. En je weet het toch nooit met zekerheid. Dus, nee. Het is niet meer plezant om met mensen over wereldproblemen te praten, want iedereen begint er hetzelfde over te denken en dat vind ik jammer. Dat gebeurt niet enkel in Parijs en zo, maar dat gebeurt vaker en in heel de wereld en altijd. Maar je ziet dat niet dagelijks op nieuws, dat er mensen sterven in Syrië, Palestina, Libanon en nu plots wel. Dat wel mag getoond worden wat er in de wereld gebeurt, allee, ik vind dat is wel goed. Ik denk dat het nog erger wordt. Want er komen natuurlijk heel veel mensen het land binnen, bij Nederland, in Duitsland en overal allemaal asielzoekers. Ze komen allemaal naar Syrië en dat zijn natuurlijk ook moslims. Maar nogmaals, er zitten ook goede tussen. Je fais les prières pour toujours, 5 fois par jour, pour que le monde reste tranquille et vive tranquille et travaille tranquille, chacun pour soi.